Daniel, leuk dat, dat ik even bij je langs kon komen. Ja, leuk dat je langs komt. En we hebben een hele korte verbinding volgens mij. Je ouders wonen in Elim en je zus Nathalie is net lid geworden bij de VVD. Ja, mijn schoonouders wonen in Elim. En mijn moeder woont in Hogeveen. Mijn moeders familie komt uit Hogeveen en ik ben er deels opgegroeid. Ja, geweldig. Ja. Nou, mooi. En je hebt in portefeuille? Woon en bouwen. Woon en bouwen. Misschien op zich wel een hele actuele vraag ook in Hogeveen als het gaat even om wonen. Ja. Ik weet niet wat er op dit moment zeg maar speelt, wat we in Hogeveen zouden kunnen gaan merken of wat kansen biedt voor Hogeveen. Nou ja, wat kansen biedt. Hè. Landelijk moeten we 1 miljoen huizen bouwen de komende jaren. Niet in Hogeveen, zeker niet al 10 miljoen. Maar daar gaan we veel mensen voor nodig hebben in de bouw. Ook in Hogeveen. Hoeveel mensen is dat? Nou, we zitten nu al zeker aan een tekort van 40.000 bouwvakkers. Ja. Dat biedt wel heel veel kansen. Dat biedt heel veel kansen, ja. En in de huursector, want daar ben je ook verantwoordelijk voor. Want wat ik, nou in Hogeveen ook al een discussie gehad, bijvoorbeeld over statushouders. Ja. En ook in die zin dat wij vanuit de VVD in Hogeveen vinden dat die op dit moment onterecht een voorkeurspositie krijgen in de plaatsing. Ja. Wat is het advies misschien wat je ons kan geven, hoe wij daarmee om kunnen gaan? Nou, dat vinden we landelijk ook. Tot 1 juli vorig jaar. En statushouders zijn dan de asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Ja, die een status hebben gekregen. Die blijven gekregen ook in Nederland. Om te mogen blijven, ja. Ja, nee, tot 1 juli vorig jaar waren gemeentes verplicht om statushouders in sociale huurwoningen te vestigen. Nou, dat hebben wij als VVD hebben gezorgd dat het afgeschaft is. Dus dat hoeft niet meer. Nee. Ik zou het ook niet aanraden om te doen. Want het is heel gek dat mensen, Nederlanders, jarenlang op een wachtlijst staan voor een sociale huurwoning. Een statushouder komt binnen. En die kan er in één keer in. Dat vind ik niet rechtvaardig. En daarom hebben we landelijk ook een potje geld beschikbaar gesteld om statushouders sober te huisvesten. Ja. Denk dan bijvoorbeeld aan containerwoningen. Ja, want dat is een beetje argument, want vorig jaar hebben wij ook een debat gehad in de gemeenteraad van Hogeveen. En toen werd ook eigenlijk gezegd van ja, maar de gemeente heeft gewoon een plicht. Hè? Wettelijk wordt dat vastgelegd hoeveel statushouders er in een gemeente moet worden gehuisvest. Daar moeten we medewerking aan verlenen. Ja. Hoe zie je dat dan? Want ja, we hebben niet zo heel veel huurwoningen extra daarvoor. Nee, precies is waar je daar aan moet denken. Hè, binnen het bestemmingsplan, wat ik begrijp wat mogelijk is binnen de wet en ruimtelijke ordening, is dat je heel, heel makkelijk containerwoningen kan plaatsen. Dus als jij vanuit de provincie of landelijk gevraagd wordt, wil je deze groep statushouders huisvesten? Ja, dat kan dan in containerwoningen. Maar moeten we dat als gemeente dan gaan bouwen? Of is dat woningbouwcoöperatie die dat moet doen? En die zeggen dat ze geen geld hebben. Ja, landelijk hebben we daar geld voor beschikbaar gesteld. Wat is dat? Een potje van 80 miljoen euro om statushouders sober te huisvesten, bijvoorbeeld in containerwoningen. Ja, en hoeveel wordt daar nu al gebruik van gemaakt? Ja, niet veel helaas, niet veel. 1 tot 2 miljoen euro wordt er gebruik van gemaakt. En hoe kan dat? Weet men de weg niet? Men weet het niet. Het is precies zoals je beschrijft dat debat in de gemeenteraad van Hogeveen. Mensen weten het nog niet. Nou, daarom is het fijn dat je langskomt op zo'n dag. Ja, inspireert altijd hè, op zo'n moment. Kunnen we de kennis delen. Ja, leuk. En je bent nu vanaf maart ben je Kamerlid. Ja, hoe is het? Ja, super. Nog elke dag alsof je hier in een film rondloopt. Dit ken je ook van televisie. Ja. En wat kan je zeggen dat de VVD afgelopen jaren echt heeft gedaan voor de aan woningbouw, voor de huurders? Wat hebben wij bereikt? Hè? Bijvoorbeeld, er wordt ook heel gezegd de huurtoeslag gaat naar beneden, enzovoort, enzovoort. Hoe zit dat nou eigenlijk? Nou, de huurtoeslag gaat niet naar beneden. 8 jaar geleden was de huurtoeslag rond de 2 miljard euro. Die zit nu rond de 4 miljard. Oké, dus echt een heel stuk bijgekomen. Een heel stuk bijgekomen. Hier liggen we vaak zogenaamd onder vuur vanuit links. Dat we bezuinigen op de huurtoeslag. Dat is niet zo. Die huurtoeslag is 2 miljard omhoog gegaan. Wel wat te veel als je ons vraagt. Maar het kan niet zo zijn dat wij beschuldigd worden dat die huurtoeslag omhoog gaat. Leuk. Je hebt in ieder geval wat inspiratie mij meegegeven. Ja, dus we gaan zo nog eventjes rondlopen. Ja. Maar dank in ieder geval. Ja, leuk dat je ons wilt ontvangen.